Ja, dan kijkers van mijn kanaal, oftewel Rotjoch. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video in Mindtopia als normale speler. En vandaag gaan we iets heel nieuws doen. We gaan even iets heel anders doen als normaal. Want ik heb aan jullie bewezen in de andere twee video's dat ik gewoon in heel korte tijd een bedrijf kan openen. En geld kan verdienen en gewoon mijn best doen. Helaas wordt het nu een stuk lastiger. Aangezien je nu een wachttijd hebt van 3 dagen op je gebouw en dat soort dingen. Dus dat weet ik allemaal. Ben ik allemaal op de hoogte. En ook mijn lening bij de bank is allemaal een stuk moeilijker te verkrijgen. En het gaat allemaal wat langzamer. Dat klopt. Maar ik heb in ieder geval laten zien dat je wel gewoon, als je aan de bak gaat en gewoon een bedrijf opent, dat je inderdaad succesvol kan worden op Mindtopia. Op mensen met banksaldo op dit account 115.000 euro gedaan in 2 dagen. Maar voor deze episode doe ik alsof ik er helemaal opnieuw ga. Dus ik mag maar 5k gebruiken vandaag. En ik ga een heel ander plan opgaan. We gaan gewoon mensen scammen. Dus ik ga jullie een scam leren die je kan uitvoeren. Kan proberen, maar inderdaad, als je gepakt wordt, moet je niet naar mij toe komen. Dylan deed het ook, dat is niet eerlijk. Want, heel simpel, als ik zo meteen gepakt word, word ik ook gepakt. We gaan gewoon mensen oplichten op een manier. En hopelijk gaat het lukken. Ik heb een compagnon, dat is Patrick. Patrick, hallo. Hallo. Hallo Patrick, waar sta jij nu? Ik ben op dit moment bij de fontein in... Ja, ik sta achter je. Dat ben ik. Ik ben die met het berenpakkie. Hallo. Hi. Hey, wat het dus als volgt is, Patrick, is we spelen nu een serie. Je bent er nog niet van op de hoogte, want de serie is nu op dinsdag opgenomen. En de video komt woensdag opgenomen en de video komt online op de volgens mij vandaag, op de woensdag zelf, komt die online. Dus ik moet vandaag even snel opnemen, want daar, nu is het nog eerlijk. Patrick, in deze serie is buiten roleplay om, dus we gaan niet roleplayen. We gaan gewoon proberen mensen te scammen en proberen rijk te worden. Nice. En ik heb jou ervoor nodig, aangezien jij toch een beetje een naam hebt. Voor degene die weet, is Patrick. Ik heb hem ooit een keer opgepakt in mijn serie. De boef. Yep. Dus Patrick is gewend. Patrick, kom even met hem een plot. Ik heb een plotje gekocht. Voor deze scam, wat je nodig hebt, hoeft niet per se, maar dat maakt het wel geloofwaardiger, is een plot. En dit is mijn plot. Deze heb ik gekocht. Kijk maar, als je het op de route is, maar 6 plotinval. Jij staat er ook op. Yep. Ik heb jou toegevoegd. Dus heb je nodig, meer niet. Wat wij gaan doen, is letterlijk een mens toelopen van, hey, wil jij investeren in ons bedrijf? En dan mag je daar 100% werk krijgen, 100% de level van omhoog. Ja. Dat is pure bullshit. Want uiteindelijk gaan ze natuurlijk niet aannemen. Ja, dan mag ze investeren van 1k, 5500 plus in ieder geval, weet je? Ja. We gaan proberen eerst van 1k. Nou, weet je wat, 1k is wel goed op die manier. Heb je misschien wel wat eten voor me? Zeker. Top. Nou, de tip houdt natuurlijk nog steeds voor jullie, want het is natuurlijk het seizoen 2 eigenlijk alweer van hoe je succesvol gaat worden. Ik heb mijn bedrijf, dus dat Foodtrexia, dat is voor mij trouwens, Patrick, met die appel erop. De kerst is het. Echt, is dat een kerst? Ik dacht een appel. Ja, het is dus een appel, maar het is eigenlijk een kerst. Ik probeer de appel ervan te maken, dus het werkt blijkbaar. Dus dat is hartstikke goed. Mooi. Maar dat geld ga ik allemaal geven aan mijn vrienden. Dus inderdaad de gasten die ik vorige episodes opgenomen heb. En hun ga ik niet meer helpen, want die hebben mijn kennis nu gebruikt om verder te komen. Dus Thijs Terms, Real Killer, Daveport en Cookie Monster. Die mocht het lekker zelf oplossen nu met het bedrijf. Wij gaan nu dit doen. Patrick, ben je er een beetje klaar voor? Ja. Oké, mooi. Dankjewel voor het eten. Tip, laten we natuurlijk niet gaan sprinten, maar lekker wandelen. En we gaan gewoon mensen aanspreken. Dus voor Dreamer NL. Hallo Dreamer NL, ben je daar? Dreamer NL. Hey man. Heb jij interesse om te werken? Nee, het is heel simpel. Heb jij al een baan? Ja, hij heeft bijna hetzelfde skin als mij. Ja, precies. Een beetje hetzelfde. Nou, ja. Ja. Heb je al een baan, vraag ik hem. Weet je of je al een baantje heeft? Het is heel lullig mensen om te lichten. Dan moet je wel een beetje durven. Heb je al een baan? Ik heb gesolliciteerd. Oei. Nou ja, wij gaan een kledingwinkel openen. Oeh, dat is altijd slim. Ja, we gaan een kledingwinkel openen. Kom maar mee op dit plot. Hier dan, gewoon Sebastian aan het werken. Op dit plot. Kijk maar, ja, heel simpel. Waarom op dit plot? Doe maar plotinfo. Waar is hij? Oh, hier is nog iemand. Dreamer NL, die is afgehaakt, denk ik. Nee. Nou, we zien misschien Sebastian. Past wel. Doe maar /plotinfo. Zie je? Doe maar /plotinfo. Zie je, is van ons. Hij is van ons namelijk. Mag je het werk? Ja, tuurlijk. Maar we moeten het eerst bouwen nog, natuurlijk. Ik denk dat hij sowieso wel 5k heeft. Ja, precies. Ja, we moeten... We kunnen je manager maken. Als je dat wilt. We kijken of je misschien manager kan maken. Maar dan moet je wel met ons investeren. Dan heb ik je nu direct op het plot. Ja, zou ik zeggen, dan ga je zeker een level omhoog. Ja. Hoeveel?
Ja. De baas, wij investeren al 20k. Als jij 1k doet, is het wel oké. Okay. Wat kom jij nou weer doen, Stussy? Het is geen straathandel, hè, dit. Met welk level kan je naar Metopia? 4, toch? 4. Mooi. En nou, opnokken. Is dat goed, Sebastiaan? Doet hij het? Om iemand naar welk te... Nee, tuurlijk niet. Nee, tuurlijk niet, joh. Stussy, we zijn bezig. Zeg even Stussy, we zijn bezig met een zakenbespreking. Ga eens weg hier. Wat komt hij in één keer hier tussendoor? Zeg, stuur hem even weg. Jongen, ga weg. Hup, hup. Nou, kst. Weg. Dat moet je ook weer niet doen. Oké, sorry. Nou, dan gaat de agent. Maar is dat Sebastiaan? Voel je dat gewoon Sebastiaan? Man, het is een beetje druk, jongen. Waarom komen al die mensen deze hier? Het gaat iets te goed. Misschien willen ze allemaal investeren. Ja, dat gaan we later wel eens met ze regelen. Oké, hoeveel moet ik investeren? Nou ja... 1k is wel voldoende. Nee, 1k is wel voldoende. 1k. Ja. Ik ga niet al zijn geld uitkleden. Dat is niet eerlijk, want ik weet een beetje. Zou hij het doen? Ik denk dat hij het wel doet. Mag ik meedoen? Zie nog iemand wil meedoen. Zwart of wit? Ja, kan ook wel. Kom maar even mee. Het is hier te druk. Kom even mee, het is hier te druk. Ze moeten ze met ze meenemen. Dat is hier te druk. Nog even eens even mee naar die bossen, gewoon. Dat is altijd het best, gewoon. Daar gaan mensen namelijk gewoon je niet kunnen fixen. Oké. We hebben rust met hem nu in het hoekje. Ga weg, jongen. Wat komen al die mensen volgen, ouwe? Ik kan het boekje niet gebruiken. Hoezo kan ik het boekje niet gebruiken? Oh, ik heb een boek. Ik heb geen boek en quill gekregen. Are you kidding me? Nou, oké. Kan jij boek en quill doen? Dan moet je mee oppassen, want nu... Oké. Ja, ik heb er genoeg. Ah, ik kom morgen terug met even blut. Oké, dan niet. Ah, jammer. Dan niet. Oké, dan niet, toch? Hij denkt, mag ik... Stoepje, wil jij investeren in ons bedrijfje? Wat wij gaan doen eventjes, jongens. Ik ga even knippen plakken. We gaan proberen om meer van deze mensen op te lichten. Kijken, als we iemand gevonden hebben, dan neem ik het natuurlijk voor jullie op. We zien jullie zo meteen. Oké, ja, kom. Ik denk dat dit hem wordt. Ik denk dat het hem ook wel wordt. Oké, we hebben weer iemand. Ik heb helaas geen facecam, want ik ga het weer doen. Hij gaat nu willen investeren, dus komt het level omhoog. En hoeveel heb je nog? Wij hebben hier al 40k ingestoken. Weet je, en je wilt mede-eigenaar worden. En je wilt mede-eigenaar worden. Ik denk dat dit hem wordt. Ik denk dat het hem ook al wordt, maar we moeten wel oppassen. Ik heb 1k. Is genoeg. Nou ja, is genoeg. Ik vertrouw je. Ik vertrouw je. Is inderdaad wat zegt tegen die gasten? Nou, ik vertrouw je. 1k is genoeg. Komt u maar over de boeg. Oké, drop it. Hij moet waarschijnlijk eerst weer pinnen. Ja, Patrick, weten we het zeker, Pat? We gaan wel een beetje alsof we dan twijfelen of zo. Weet je wel, van nou, kunnen we het nog doen? Hoe kan ik jullie vertrouwen? We adden je wel. Hier, ik add meteen gewoon plot. Hier, check. /add member. Er is niks in de kist wat hij kan pakken. Nee. Plot info. Zie je? Hij is nu op het plot. We kunnen hem gewoon zo weghalen. Misschien weet hij dat niet. Hopelijk weet hij dat niet. Dus je kan ons wel vertrouwen. Eten inkopen? Nee, ik heb geen eten. Nee, oprotten! Ik heb geen eten. Eigen groentewinkel. Ga weg. Ja, ik help. Ah, awesome. Doe het geld in de kist. Doe het geld in de kist. Nee, als het is, het geld in de kist doen. Voordat iemand het oppakt. En heel simpel, dan hebben we ook niet gestraatdeeld. Ik pak het er meteen uit, jongen. Dan hebben we meteen die 1000. Hij gooit kip erin. Waarom gooi je die kip in? Oprotten met je kip. Je moet je de money's in stoppen. Kom op, jochie. Stop wat geld in. Meer hoeven we niet van je. Hoef je kip niet. Zou ik een 100 in doen? Nee. Misschien pakt hij het er dan weer uit. Kom op, jongen. Kom op. We hoeven geen kip. Eten in de chest. Gast. Het geld voor de investering. Lol. Kom op nou. Kom op, gozer. Kom maar. Gooi het geld er even in. Kom op. We hebben niks aan kip.
Het moet een beetje kip. Oké, even pinnen. Oké, okay, ja, even ja, pinnen. Ja. Ik loop wel met hem mee. Ik loop wel met hem mee. Oké, okay, blijf hier staan. Heel goed, hij loopt, hij loopt. Hij is fucking traag, ouwe. Hij is een keer dood gegaan. Hij is een keer dood gegaan. Ja, anders loopt hij niet zo traag. Hij is level 0. Hij is fucking traag, gek. Oh man. Als hij dat lukt, zo doen we dat dus. Gewoon heel simpel. Gewoon zeggen we, ja, we hebben een plot. Je kunt investeren en bladibladibla. We kunnen zelfs een nepcontract voor hem opschrijven. Het is allemaal niet zo moeilijk om mensen op te lichten in Mindtopia. Maar je moet gewoon durven en zorgen dat de politie niet komt. En ja, hoezo lichten we op? Hij geeft ons 1k. Dat zit nergens in. Dat is zwart en wit inderdaad. Een contract wat helemaal raar is. Waardoor hij eigenlijk niks krijgt. Dus stel je en gelijk voor, uitpakken. Ja, ik ga natuurlijk het gelijk uitpakken. Ik pak het er gewoon meteen uit, joh. En dan hebben we weer een kaartje op de bankoes. 802. Dit is 802. 820. Nou ja, goed. Pak het. Ik pak het. Oké. Okay. Super. We laten van ons horen. Oké, okay, nu van Snoopy. Nee, nog niet. We gaan niet meteen. Nog niet meteen. We gaan nog niet meteen. Ik pak ook meteen die kip eruit. Fuck you, ik heb honger. Hier met die kip. Awesome. Bedankt, ouwe. Awesome, we hebben er eentje, Patrick. Kijk, zo zijn we 800 euro rijker in een kwartier. Gewoon zeggen dat we dan snel in Mindtopia komen. Ja, klopt. Oh, die NLG Snoopy, NVL Snoopy is er. Als je nou nog wat in de kist doet. Ja, nee, dat doe ik sowieso niet. Maar ja, ik ga gewoon, dit leg ik even hier naartoe. Ik heb 800 euro. Ik wil ook. Hoeveel? Ik wil ook. De game. Nou ja, ik heb 50k. Oh, MLG Bowen die heeft veel. Oh, 15k? Wauw. Maar ik weet niet of ik het wel wil doen. We adden je meteen op het plot. Kijk maar, MLG Bo. Ik wil wel mee helpen. Member. Ik heb ook iemand hier, oh. MLG Bo. Gewoon 3 man tegelijkertijd. Ja. Doe maar / plot info. Doe maar / plot info. Oh, de Game Planet heeft maar 200, dus... Ja, fuck it. Dat maar niet dan, dat is niet leuk. Dan is hij te weinig geld. En ik vind het zielig om zijn geld af te pakken. Hij heeft al zo weinig. Hij is al te veel opgelicht. Klopt. Maar als hij het doet, hè, die 15k. Ik vertrouw jullie wel, zegt hij, maar hij zegt maar Waarom zou ik je ook oplichten? Ik zit in Mindtopia. Dat hoef je niet te zeggen, dat kan je wel zeggen, maar ik moet overleggen met een vriend, et cetera. Wat duurt dit te lang? We moeten het nu weten. We zoeken maar 5 investeerders en managers. We hebben er al 1. Dus ja, we hebben nog 4 nodig, weet je. One of a kind deal. Patrick, mag dus ik... Het is maximaal maar 5k. Ik ga zeggen, het is maximaal maar 5k. We gaan niet al je geld willen. Niet op zak, moet... Ja, we gaan niet al je geld willen. Die Snoopy, jongen. Nee, sorry, ik heb een plan met mijn vrienden. Oké. Jammer. Succes. Nee, succes. Nou, dan niet. Dan gaan we meer mensen zoeken. Iemand met meer dan 1k zoeken we. Remove member. MLG Bo. Oké. Okay. Ja, oh, ja, ik. Oké, okay, wacht. Super Daan heeft meer. Oké. Okay. Jij wilt investeren. Super Daan. Misschien gaat hij het doen. Ik hoop het. Ja, hij wil ja, hij zegt ja. Oké. Okay. Hoeveel wil je investeren? Nee, ik heb helaas geen Skype. 3k? Oeh. Hmm. Ja, heb je okay. nog meer mensen die ik zeg, willen? Ik zeg ja, oké. Okay. Oké. Okay. Ik add je wel. Add member. Oh. Druk op Super Daan 77. Kan het geld in de kist doen. Oké, okay, kan het geld in de kist doen. Heb je die andere er wel vanaf gehaald? Ja, hij pakt het misschien. Ik ben in die kist ook, dus ik kan het heel snel pakken. Kom op, deel. Als jullie dat met die kist stoppen. 3k. Kom op, stop. Hopelijk, ja. Oh, nee! Oh, wat gaat hij doen? Hij gaat misschien naar de bank. Hij gaat naar de bank, we weten het niet. Misschien komt Super Daan terug. Als hij terugkomt. Papau! We hebben 3k verdiend. We hebben 4k verdiend in een tijd van een... Ja, 20 minuten eigenlijk. We zijn nu 5 minuten al bezig met die gozer. Ik weet wel hoe we in Oh, de gameplay gewoon... doet. Ja, de gameplay doet 1k. Patrick, leg jij met hem dat eventjes? Neem even ergens anders naartoe. Ik moet wel in die kist blijven, niet die ene chappie erin gepakt, joh.
De gameplan volgt me. Oké, okay, hij gaat met je mee. Oh jongens, daar gaat hij, daar gaat hij. De heer... Oké, okay, daar komt hij. Patrick, hij gaat het misschien doen. Hij doet het! Lekker! Oh, dat vind ik echt gemeen. Oh jongens, dat is echt heel makkelijk. Maar het spijt me dat deze video echt... Jongens, ik ga het even opschrijven wie ik... Ik ga echt serieus even opschrijven wie ik heb genakt. Want ik ga het wel teruggeven, want dit is niet oké, okay, man. Ik vind het zielig. Ja, veel mensen zeggen van deel. Oh, waarom doe je dit nou? Maar dit vind ik echt gemeen. Dit is echt gemeen. Ah, man, dit is echt heel erg. Dit is, ik ga hun naam opschrijven. Dus het is, ik heb even hier dus een Google Docs bijgepakt. Dus de eerste was NVL Snoopy. Ik bedoel, we hebben nu 4K verdiend in de tijd van wat? Een half uurtje nu, 20 minuutjes. Ik bedoel, zo snel gaat het. En we gaan gewoon door naar de volgende, Patrick. We gaan gewoon weer door naar de volgende. Let's fucking do this. Let's go! We zijn samen een team. Zie je, daar was zo voor dat gewoon. Deze investeert de heer Killer Moss 3,5k in het bedrijf. Oké, hij gaat even pinnen. Oké, hij gaat zo terugkomen. Dan ga ik even opschrijven. Inderdaad, in het bedrijf, noemen we het. Ik heb 1k. Echt serieus? Van de Game Planet. Heb je ook een ding te afsloten? Een contract? Nee. Een bedrijf, kledingshop, contractia. Hij krijgt 20% van alle winst van kleding shop Cutraxia. Dat ging best makkelijk. Hij is tevens ook een manager van het bedrijf. Zijn contract. Het is geen echt contract. Contract. Zeg gewoon contract op. Oké. Kom. Even hier hoor. Ik wil iemand anders het pak, weet je wel, mijn probleem. Als hij nu wegrennt met dat boekje, dan zou hij mij het kunnen scammen. Maar ja, goed. Ah, kijk eens aan. Ik krijg 3,5k, Patrick. Oh, fijn. Bedankt. Gaan we echt man. Alles teruggeven? Ja, Patrick. We gaan alles teruggeven. Ik kan je ook wel geld geven. Weet je wat doe ik, Patrick? Ik geef jou het geld dat we nu gescamd bij elkaar hebben. Omdat jij wel meehelpt met deze video, geef ik jou het geld van mijn Topia-account. Oh, fijn. Zeker. Waarschijnlijk is het niet heel veel. Wederzijds. Jawel, op zich. Nou, niet heel veel voor jou natuurlijk, maar voor die spelers wel. Ik bedoel, we hebben nu weer 3,5k erbij. Dus dat houdt in van de heer Dead Killer Moss. 3,5k. Hier een appeltje. Proost! Hier een appeltje. Proost. Nou goed, in ieder geval, in het contract staat dus duidelijk. Nou, hij mag het geld hebben van het bedrijf... genaamd, hoe heet het bedrijf, hoe heb ik het genoemd? De kledingwinkel Cutraxia. Nee, zij gewoon een kledingshop. Ja, maar dat bestaat niet. Die hele shop bestaat niet. Waarom? Dus kan je ook niet de percentage krijgen of me ervoor aanklagen. Wij zoeken nog door naar één persoon voor investering. Morgen is er een gebouw. Nou, goed. Awesome. Wij gaan door naar de volgende die gaan oplichten en meteen de laatste op te laten zien hoe makkelijk het is. Want deze persoon gaan proberen echt uit te kleden. Dus inderdaad, meer dan 3k. Meer is 1k gewoon. Let's fucking do this. Moet lukken. Alright mensen, we dachten we gaan eigenlijk nog één persoon scammen. Maar ik vond het een beetje lullig. En sommigen moesten al weg van de mensen die we gescamd hebben. We hebben hier één persoon in de Teamspeak call gegooid. En ik heb hem zojuist verteld wat er gebeurd is. Dat hij zojuist gescamd is. Dat is SuperDaan77. Dus hoi. Hallo. Hi. En hij was zo aardig om mee te willen doen met deze video. Ik heb gevraagd van jou of je het ergens online komt. Hij vond het alleen maar leuk. Daan, wat heb je hier wel van geleerd? Nooit mensen over straat met geld ingooien. Ja. Nooit zomaar geld. Mensen vertrouwen hier op straat. Je moet ze altijd eerst spreken op Teamspeak, op Skype. Zorg voor een vet goed contract. Die echt goed is. Waar echt in staat dat het daadwerkelijk voor jou is ook een beetje. Dat is heel belangrijk. Want op dit moment is het namelijk gewoon een keiharde scam geweest. Want nu ben je... Wat jij hebt geïnvesteerd? Ik kan even kijken. 3k. Ja, 3k ja. En hoeveel geld heb je nog op je bank? 1750. Wat bedoel ik? Dan ben je al heel veel geld kwijtgeraakt aan niks eigenlijk. Dus inderdaad, leuk dat je er bent, Daan, in ieder geval. Thanks ja, dat je bedankt. Zo sportief bent. Patrick ook, bedankt voor het meedoen met de scam. Graag gedaan. Maar zoals je kan zien is het dus heel makkelijk om te scammen. Ik ga deze methode heeft Daan natuurlijk nu door. Dus misschien gaat Daan het nu ook doen. Dat zou kunnen. En deze mensen... Maar joh, goed. Zo werkt dat heel makkelijk. Heb je gehad. We hebben in een half uur tijd, Daan, hebben wij 8,5k verdiend. Wow, dat is best veel nog. Ja, voor een half uurtje werk. Heel veel mensen zijn best dom dan.
Ja, het is niet eens best dom. Het is gewoon goed vertrouwen en een goed woordje doen. Je moet niet vergeten dat we op zich waren wel een sterk verhaal en waren een plot. Dus op die manier is het gewoon heel moeilijk om ook weer te weerstaan wat iedereen wil te werken hebben. Dus mensen, in ieder geval, dit was weer een episode inderdaad van hoe verdien je geld in Mindtopia. Dit keer op een illegale manier. Hopelijk vond het hartstikke leuk. Dus nogmaals, dankjewel Patrick en Daan. Graag gedaan. Ja. Ja, niet zo graag gedaan voor Daan, maar... Nee, ik vond het niet leuk. Sorry, ik man. Wel. Sorry, man. We geven je het geld, maar geef ja, je meteen terug. Ja, dat vond ik wel, ja. Alright, in ieder geval mensen, jullie bedanken voor het kijken. Iedereen krijgt netjes zijn geld ook die hier voor me staat, want dat verdienen ze wel. Ik zie jullie graag in de volgende video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe lekker een blauw duimpje omhoog achter als je het awesome vond. Laat me even weten of jij ook gaat scammen natuurlijk in Mindtopia. Of hoe jij je geld wilt gaan verdienen. Want misschien ga ik wel in jou investeren en wil ik je wel helpen met jouw taken. Want dat is wat ik wil doen. Ik wil helpen dat andere mensen ook rijk worden, want dat vind ik hartstikke leuk. Dat normale spelers, dus niet vrienden van mij, rijk gaan worden. Want daar ga ik nu mee helpen. Dus dat ga ik zeker doen. Mensen, ik bedankt voor het kijken. Laat me eens zien. En natuurlijk, peace!